En wat denk je? Ga je het horen? Nou, ik zou het echt niet weten. Oké. Okay. Even de voorlezers alle tien even naar voren. Ik wil het podium. Waar moeten die nou op letten? Nou, wij kijken bijvoorbeeld van, hoe is het tempo? Leest die jongen of dat meisje te snel of goed verstaanbaar? Snapt ze wat ze leest? En kijkt ze ook wel naar het publiek of zit ze alleen maar in het boek te kijken? En dat zijn een aantal punten waar wij als jury naar kijken. En je bent aan het lezen, dus soms moeten mensen ook oppassen dat ze niet bijvoorbeeld te veel hun stem verheffen en toneel gaan spelen. Nou, al dat soort dingetjes wordt meegenomen. En daar maken wij uiteindelijk een besluit op. Want als jury moet je toch eentje de beste laten worden die ons vertegenwoordigt in een volgende ronde. En dat wordt wederom spannend. Heel belangrijk zijn altijd de punten die ik genoemd heb zojuist. En die altijd winnen. Simone Bouwman, van de Nederlandse. En Simone, mogen we jou vragen van harte gefeliciteerd om nog een stukje voor te lezen van jouw verhaal. Mijn papa, hij is in de joke gebeurd. Zijn hart. Ja, mama, ik ben zo bang. Roos, hou even rustig aan. Dan kan je nou tot de auto. Nou, en toen kon ik ook gaan en... Komt dat vast helemaal goed? Heb je al eens eerder gedaan? Nou, wordt dit de eerste keer? En je bent dus de winnaar van de lokale voorlichtingswedstrijd gewonnen. Hoe vind je dat? Ik vind het heel leuk. Ik had het zelf niet verwacht. Waarom had je het niet verwacht? Omdat de anderen ook heel goed waren. En wat is nou zelf jouw beste punt? Ik ga er opeens dubbel. Nou, geef naar zijn hart. Zeg, je zit met helemaal...